De Nationale Assemblée herstart donderdag de begrotingsbehandeling. Dit zei DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons vandaag tijdens de openbare vergadering, waarbij onder andere het Minamata-verdrag is behandeld. Zowel de oppositie als de coalitie verwacht dat de regering uitleg geeft hoe zij dringende vraagstukken op het gebied van economie en gezondheid zal oplossen. De NPS-fractie heeft geen spreektijd meer, maar voorzitter Gregory Rusland verwacht dat de regering met eerlijke informatie naar buiten komt. VHP-parlementariër Mahinder Joggi wil weten hoe de regering haar inkomsten zal verhogen en de problemen in de gezondheidszorg zal oplossen. Nou, wat ons betreft hebben we begrepen dat we geen tijd meer hebben. Wij mogen niet meer eigenlijk meedoen, wij mogen niet meer praten binnen deze begrotingsbehandeling. Omdat we 2 uren hebben gehad en de 2 uren zijn voorbij. We vinden dat jammer, omdat we hebben gezien dat wanneer je de begrotingsbehandeling hebt, dat je toch wel een minimum tijd nodig zou hebben om het goed te behandelen. Maar we zien dat aan het eind de regering plotseling is gekomen met toch wel een aantal drastische wijzigingen in gezichtspunten, waardoor je daarop zou moeten kunnen reageren. Dus ik weet niet wat de voorzitter zal doen, maar formeel hebben wij dus geen tijd meer. Maar waar nodig zullen we dan buiten het parlement onze stem laten horen? Er zijn natuurlijk brandende vraagstukken. Welke zijn die? Die spelen in de samenleving. Kwikdamp in de omgeving van Paramaribo, dat is een van de dingen bijvoorbeeld. Kwikgebruik in het land bijvoorbeeld. Gezondheidszorg in het algemeen. De situatie in de ziekenhuizen. De basiszorgverzekering. Zijn mensen verzekerd? Hoeveel mensen zijn niet verzekerd? Welke mogelijkheden heb je? Wat ga je doen? Criminaliteit. Toch? En het buitenlands beleid. Dat zijn allemaal zaken die aan de orde zullen komen. De buitenlandse posten. De bemensing. Ga je terugbrengen? Op tot welk niveau ga je terugbrengen? Hoeveel ga je terugbrengen? Waar ga je terugbrengen? Dat zijn allemaal issues die spelen natuurlijk. Het schuldenvraagstuk. Dat is een enorm ding. En de verdiencapaciteit van die samenleving. Wat doe je als regering om dat te verhogen? Wat heb je al gedaan? Wanneer verwacht je het resultaat daarvan? 2020, 2021, 2022, wanneer? Dat zijn zo'n aantal issues dwars door die samenleving. Een van de maatregelen die de regering wil invoeren om haar inkomsten te verhogen is de aanpassing van de grondhuurtarieven. De oppositie is tegen deze maatregel. NDP-parlementariër Amzat Abdul daarentegen is de mening toegedaan dat de verhoging van de grondhuur wel ingevoerd moet worden. Van grondhuurtarieven wel. Weet u waarom ik dat zeg? Omdat er heel vaak wordt aangegeven dat er gespeculeerd wordt met grond. Mensen vragen bijvoorbeeld honderden hectare aan, krijgen dat in grondhuur. En wat doen ze? Ze nemen een hypotheek erop en ze laten dat stuk precies zo zitten. Laat men betalen voor de stukken gronden die men heeft. Ik vind van wanneer je bijvoorbeeld, dan kijk ik gewoon naar een klein landbouwer, een 1,5, 1,7 hectare hebt. Toch, wanneer je dat stukje in ontwikkeling brengt, dan moet je wel in staat zijn om de grondhuur te betalen, tenminste de tarieven die nu zijn vastgesteld of aan de Nationale Assemblée gepresenteerd waren. Er was ook een uitrekening geweest, zelfs als je 20 bitawiri plantjes plant op 1,7 hectare, moet je in staat zijn om dat bedrag binnen te halen. Zo makkelijk is het en zo laag is het tarief. Maar het gaat erom dat mensen grond vragen in grondhuur en nooit ermee wat doen. Tot dan moet je ervoor betalen. NDP-parlementariër Amzat Abdul over de maatregelen die de regering moet nemen om haar inkomsten te verhogen. Het parlement herstart donderdag de begrotingsbehandeling.